Voor mij gaat er niets boven zo'n heerlijk bordje spaghetti vol verse en voedzame ingrediënten. De hele wereld is er verzot op. Maar het is natuurlijk een echt Italiaans product. Italië is het pastaland bij uitstek. Maar wat die Italianen niet weten, is dat het een Bossenaar was die ervoor gezorgd heeft dat dit het nationale voedsel werd voor arme en rijke Italianen. Jacob Molenschot, geboren in 1822. Buon appetito! Rome, de eeuwige stad. De stad met zijn Colosseum, de stad met zijn Trevi-fontein en de stad waar Jacob Molenschot nog altijd een bijzondere plaats inneemt. Jacob Molenschot wordt geboren in 1822 in 's-Hertogenbosch als zoon van Johannes Franciscus Gabriel Molenschot en Elisabeth van der Monde. Pa is een echte vrijdenker en moeder zwaar katholiek. Zijn vader brengt hem de liefde voor de wetenschap bij en moeder voedt hem op met kunsten en muziek. Op de plaats waar ooit het geboortehuis van Molenschot stond, spreek ik met collega-historicus en Molenschot-kenner Frans Vergaal. Frans, maar Jacob Molenschot, uit wat voor nest kwam hij eigenlijk? Jacob Molenschot was de zoon van Gabriel Molenschot, de vader. Zijn vader die arts was, vrijzinnig arts. Zijn moeder, Elisabeth van der Monde, heel lief mens. Was een devote vrouw, aanhangster van de Mariaverering, en was eigenlijk goed katholiek. En toch moet hij in een vrijzinnig milieu opgegroeid zijn. Dus hier is eigenlijk een zaadje geplant? Je mag zeggen dat hier in alle opzichten een zaadje is geplant. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat hij veel van zijn vader heeft overgenomen. Vooral het denken zonder God, zoals hij het zelf noemde. Den Bosch, dat ook wel het Rome van het Noorden wordt genoemd, is doordrenkt van het katholicisme. Geestelijke bedevaarten, processies, kerken, boetedoeningen en Marieverehringen vormen vast onderdeel van het leven in de stad. Ook zijn moeder brengt Jacob in aanraking met het katholieke geloof. Maar zijn vader voedt hem uiterst kritisch op. Hoe ging het in zijn werk? Kreeg je al snel les? Was hij slim? Ja, hij was heel slim. Dat ben ik ook al gauw. Zijn derde, vierde sprak hij al Duits en Frans. Vertellen de verhalen. Bovendien is het zo dat, dat zijn vader ook de beste scholen voor hem opzocht. Dus na de lagere school hier in Den Bosch voor een deel ook privéonderwijs kregen, was de Latijnschool in Den Bosch niet goed genoeg. Toen is hij naar Boksel gegaan. Kreeg daar super slechte eten. Hij vertelt over soep waarin iets zat wat erg op gras leek. Hij leed echt honger en klaagde daarover bij zijn moeder. Na het doorlopen van zijn schooltijd in Den Bosch gaat hij in 1837 met zijn broer naar het gymnasium in Kleef. En van hieruit gaat hij naar Heidelberg, waar hij aan een studie geneeskunde begint. In Heidelberg wordt hij 2 jaar later aangesteld als privaatdocent in de fysiologische chemie en de antropologie. En in 1850 komen zijn boeken De Fysiologie der Nahrungsmittel en Leren der Nahrungsmittel uit. Boeken over voedingsmiddelen. Het zijn boeken die hem wereldberoemd maken. Ik heb hier een boek bij me, en niet voor niets, is De Leer der Voedingsmiddelen uit 1850. Dokter Jacobus Molenschot. Daar was hij al dokter in de fysiologie, geneeskunde, aan de Hogeschool, de Universiteit van Heidelberg. Nou, het was niet de eerste, de beste, het was even de grote in Europa. En Molenschot heeft toen een boek geschreven over voedingsmiddelen. En voor die tijd kwam hij met nieuwe inzichten. En een van zijn inzichten was bijvoorbeeld dat mensen goede graanproducten moesten kunnen krijgen. 2 jaar later publiceert hij Der Kreislauf des Lebens, over de kringloop van het leven. In dit boek rekent hij af met God en geloof en brengt hij naar voren dat het menselijk lichaam onderdeel uitmaakt van de kringloop der natuur.
Zo moeten de doden volgens hem gecremeerd worden, zodat de as gebruikt kan worden om de grond weer vruchtbaar te maken. Door deze publicatie raakt hij in conflict met het bestuur van de universiteit, waarna hij ontslag neemt. In 1856 wordt hij hoogleraar in Zürich. En hier heeft hij voldoende tijd om van het culturele leven te genieten. Zo komt hij in contact met de componist Franz Liszt, die in zijn huiskamer op gaat treden. En hij ontmoet Richard Wagner, die op kunstenaarsfeesten voordraagt uit de Ring des Nibelungen. In 1861 volgt zijn aanstelling als hoogleraar fysiologie in Turijn. Molenschot voelt zich echt thuis in het naar eenheid strevende Italië. En in 1866 wordt hij officieel Italiaans staatsburger. Molenschot-bewonderaar professor Maria Conforti laat aan de hand van een bijzondere plek zien hoe het er wetenschappelijk in Italië aan toe ging voor de komst van Molenschot. Where are we now? Is this a place where you work? This is a place Molenschot would not have liked at all. Huh? This is a reconstruction in the Museum of History of Medicine of an alchemistic grotto, the workshop of an alchemist. So it was science in the 17th century. And it was rather obscure and very, how would you say, pre-enlightenment science. Pre-scientific. Pre-scientific, if you want. But there was chemistry. Mm-hmm. And chemistry was very important. It was discovered in the 17th century. And then chemistry was adopted as one of the foundation sciences for physiology. So perhaps Molenschot would have liked it. In zijn laboratorium in Turijn bedrijft Molenschot wetenschap gebaseerd op observatie en experimenten. Het leven is voor hem niet door God gegeven, maar biologisch ontstaan. En de mens, die is niet het eindpunt, maar een onderdeel van de kringloop der natuur. Dit druist natuurlijk helemaal in tegen eeuwenoude kerkelijke opvattingen, die uitgaan van een door God geschapen en geleide wereld. En deze geestelijke strijd die Molenschot met de kerk voert, blijft natuurlijk niet onopgemerkt. He was very famous. He became very famous. There is a famous writer, D'Annunzio, who wrote about him. So he's, when he made his prolusioni, which were inaugural lectures at the university, people came from very far to listen to him. En dan komt Molenschot naar Rome toe. Hart van een Italiaanse staat in wording. Allerlei deelstaten waaruit Italië op dat moment bestaat, worden aaneengesmeed tot het Italië, het grote Italië, dat weer op gaat staan. De Risorgimento, onder Garibaldi, de nationalisten. En koning Victor Emmanuel II zorgt er uiteindelijk voor dat Molenschot benoemd wordt als senator in de Senaat. En daarmee wordt hij dus echt belangrijk in de Italiaanse geschiedenis. Op de Universiteit Sapienza in Rome, waar ook Molenschot lange tijd werkzaam was, ontmoeten we professor Roberto Caminiti. Onder het toeziend oog van zijn illustere voorganger vraag ik hem naar de rol die Molenschot speelde bij de Italiaanse eenwording. What was the influence of Molenschot on the unification of the Italian state? Beh, questa è una questione molto ben posta, perché Molenschot arrivò in Italia chiamato da Francesco De Santis, ministro della pubblica istruzione del primo governo Cavour, come professore di fisiologia immediatamente dopo l'unificazione d'Italia. Però l'Italia era unificata, diciamo, solo in parte, perché rimaneva fuori fondamentalmente Roma e tutta la regione attorno a Roma. Ed era un problema allo stesso tempo culturale e politico. Culturale significava liberarsi della, o comunque minimizzare l'influenza culturale e religiosa della Chiesa Cattolica sulla società o sulla nascente società italiana, perché era un'influenza che il cattolicesimo, la Chiesa aveva esercitato per millenni in Italia, nel bene e nel male, e che poi ebbe successo nel 1971 quando Roma divenne di fatto
parte dell'Italia e poi la capitale fu trasferita a Roma. Lui in questo periodo esercitò sicuramente un'influenza molto interessante, perché la sua filosofia materialista e i suoi legami internazionali con importanti filosofi materialisti, il più importante dei quali è certamente Feuerbach, tendevano a creare un ambiente culturale diverso all'interno del paese e favorire eventi politici che poi in effetti si in parte verificarono. Molenschot gaat zich bemoeien met het vrouwenkiesrecht, met gezondheidswetten. En als het kers op de taart zorgt hij ook nog voor een belangrijk initiatief waarmee hij uiteindelijk als het ware het Vaticaan, katholieke hart van de wereld, een hak gaat zetten. Op naar het Campo di Fiori. Hier op de Campo di Fiori, aan de voet van een groot standbeeld, heb ik nogmaals afgesproken met de bosshistoricus Frans Vergaal. Frans vertelt me waarom dit plein zo bijzonder was in het leven van Molenschot. Nou, Molenschot heeft ervoor gezorgd dat op deze plek dit standbeeld hier onthuld is. Dit standbeeld stelt voor Giordano Bruno, een ketter 1600 op het leven gebracht door de Inquisitie op de brandstapel hier. Groeit uit in de 19e eeuw tot het icoon van de vrijdenkersbeweging. En Molenschot wil inderdaad stellen tegen de Vaticaanstad wat hier verderop ligt. Molenschot voert dus een harde geestelijke strijd met het Vaticaan over onderwerpen als vrouwenemancipatie, het recht op crematie en het standbeeld van Bruno. Maar hij is vooral bezorgd over de slechte situatie waarin de Italiaanse arbeidersklasse zich bevindt. Nu is pasta volksvoedsel nummer 1 in Italië. Het is juist Molenschot geweest die ervoor gezorgd heeft dat de arm Italiaan gezonder is gaan eten. Waardoor de gewone man ook beter kon denken en beter als burger kon acteren. Maar kun je dan ook zeggen dat Molenschot heel Italië aan de pasta heeft gekregen? Questa è una storia molto divertente, ma c'è del vero. E il vero è che da senatore lui ha promosso una serie di leggi che tendevano ad abbattere il costo del grano e quindi a favorire la diffusione di una sana alimentazione che allora era soprattutto a carico e a favore delle popolazioni o dei ceti più abbienti. Quindi certamente c'è una sua influenza. Da questo a dire che è stato un seppur intelligentissimo olandese a determinare la dieta degli italiani mi sembra un po' eccessivo, ma comunque è una discussione che si può fare. Na een leven vol rijke gedachten en goede voeding klopt ook bij Molenschot de dood aan. Maar ook nu blijft hij zijn filosofie trouw. Want hij heeft toch gezegd dat je hele lichaam alleen maar bestaat uit chemische elementen. Elementen die uiteindelijk weer voedingsstoffen zijn voor andere vormen van leven, zoals bloemen en planten. Cradle to cradle of circulair denken noemen we dat nu. En zo is Molenschot een van de grondleggers geworden van de crematiebeweging in Europa. En zelf is hij ook gecremeerd. En daarna uitgestrooid hier op Campo Verano, de begraafplaats, een prachtige plek midden in Rome. Hij is er niet meer en we vinden hem niet meer terug. Maar zijn gedachten, die zijn nog steeds springlevend. Jacob Molenschot, geboren in 1822 in Den Bosch en overleden in Rome in 1893. Voor mij ben je een echte spaghettiheld.